Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, we rijden nu richting Hilversum. En dan gaan we naar Omroep Max. Ja, wat gaan we nou precies doen eigenlijk bij Omroep Max? Wat is het voor uitzending? Nou, het is Omroep Max, die is in Indonesië geweest. Die heeft daar een filmopname gemaakt over mensen die zeg maar in krotjes wonen. En die eigenlijk ook wat Nederlands bloed hebben. Want vaak zijn de vrouwen vroeger getrouwd met, ik noem als voorbeeld, een Nederlands militair. En na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn die troepen van Nederland weer teruggegaan naar Nederland. Maar ze hebben die vrouwen daar achtergelaten met de kinderen. En alweer rechts dadelijk. Want wat gaat er nou zo meteen gebeuren? We krijgen nog een soundcheck van het nummer dat wij gaan brengen. Ja, en dan is het wachten tot we op moeten komen om dat nummer te brengen. Ze hebben net het begin Back Home gezongen. Ja, dat heeft een beetje het thema naar het lied, hè? Naar onze naar ons geboorteland, zeg maar. Kan je dat eens uitleggen hoe het nou zit met de formatie, met hoe jullie gaan spelen zo meteen? Ja, ze hebben mij benaderd om mee te doen met dat nummer. Dat nummer is zo gearrangeerd dat ieder een stukje tekst zingt. Alleen doe ik ook nog af en toe het koortje bij. En wat de hoofdmoot van mij is dat ik een bepaalde slag in de in het muzikale gedeelte moet doen, die de sfeer moet geven van het nummer, van de stijl. En de stijl is kronjong. En ik noem de muziekstijl kronjong meestal als de Indonesische reggae. Dames en heren, dit is No Name met het nummer Stel Je Voor. En goor, zonder pardon, stel je dat eens voor. In Indië beschikt, je blijft een Indo. Al ben je bruin, je hebt Nederlands bloed. Die het helemaal samen doet. Paspoort kwijt in de oorlog, weg. Alleen bewijs stel, die regering vermeld als Nederlands onderdaan. Tja, nooit serieus genomen. Geboycott in geboorteland en gezien als verrader. Ellende, armoede en vernedering. Ga zomaar door, stel je eens voor, in hun plaats, en niemand die het liet zien. Gelukkig mogen wij dit vertellen. Het is alleen Omroep Max die je doet. Heel goed. Ja, vond ik zelf, ben je tevreden? Ja. De band ook, denk je? Ik denk ook, ja. Ik denk ook. Ja.
Het ging goed, dacht ik. Jullie hebben het voor de televisie gezien, dus... Ja, we hebben meegekeken. Oh, jullie hebben meegekeken. Het zag er goed uit. Volgens mij kwam het goed over. Oké. En voor een goed doel, hè? Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.